beetje zien als komen weer zelf van Keur ook op. Hoekschop. Tol raakt die bal voor het laatst staan. Kiprits. Mooie kopbal. Werd niet gehinderd. Keek hem nog na ook en zag die bal in de kruising verdwijnen. Opnieuw een hele snelle voorsprong. Nu in die tweede helft. Lokhoff. Let u op Kiprits. Kijk nog even naar die bal. En die gaat dan de goal in. 3-0 voor Feyenoord. Maar het zijn natuurlijk zaken die aan het resultaat van de wedstrijd weinig meer kunnen veranderen. Taument, de man van de wedstrijd in Rotterdam, een aantal weken terug. Met God. Kiprits. Maakt er toch nog 3-1 van. En hiertegen is zelfs uitblinker Menzo niet bestand. Eindelijk weer eens een balletje voor Blink. Met God. Dat is goed voor Feyenoord dat die nu weer mee op het middenveld kan spelen. Blink. Met God. Linker naar Van Loen. Kiprits. Ja. Langdurig. Balbezit voor Feyenoord. Blinker en Metgod waren in de voorbereiding betrokken. En dan doet Van Loen wat hij goed kan. Maar lang die dat laten zien, ja knikken. En Kiprits scoort zijn 13e van dit seizoen. Na aangeven van deze John Van Loen, die wel weer eens een succesje kon gebruiken. Daar is nog Tammet. Ja, die wil hem voor zijn rechter krijgen, dus die moet binnendoor. Kiprits. Goed gedaan, Metgod of Van Loen. Het was natuurlijk Metgod die in stelling gebracht moet worden. Want Van Loen moest zich nog helemaal omdraaien. En Metgod ziet dus de kans aan zich voorbij gaan. Hongaar doet het niet goed, maar had hij de bal iets harder terug moeten spelen voor Metgod. Dat was de kans ideaal geweest. Blinker. Kiprits. Jozef Kiprits. Dat is toch smullen geblazen. Nu die Hongaar weer dat nummer 9 mag dragen. En hij verwendt het legioen en zijn fans waar ik toe behoor. Met dit hoogstandje. A la Bacher. Jozef Kiprits. Mooie goal, nummer 14 van hem dit seizoen. Het had er veel meer kunnen zijn als hij wat vaker het vertrouwen had gekregen. Maar ja, Van Aardigem denkt er anders over. En vaart, tempo heeft Feyenoord nodig. Witsche, Kiprits. Taument, achter Reinders langs. Taument, Kiprits. Mooi meegenomen, prachtige actie, Jozef Kiprits. Een wereldgoal, de 17e voor de fans. Jozef Kiprits, de Magiaar, de man van de poesta's. De onbegrepene vaak, brengt met een schitterende actie de fans in extase. Zet de combinatie op met Taument. Achter zijn standbeen langs. Reinders wegstuurt, hard aangespeeld Kiprits. Goed meegenomen, slalom door de verdediging in de korte hoek. Feyenoord op 1-0 in de Geuzelt. Een droomstart bij het begin van de tweede helft. Een schitterende goal. Wie anders dan Feyenoord topscorer Jozef Kiprits. Hij steekt het vuur aan. Zijn 17e competitiedoelpunt.
Holbans, Veenhoff. Die vraagt niet om de bal. Nu krijgt hij hem toch. Hoek weg. Trustful krijgt Gal daarbij ze. Kibic, goed gedaan. Heel knap neemt hij daar Veenhoff in de maling. En nu op weg naar zijn grote succes in dit duel. Ja hoor. Prima afgemaakt. Een schitterende actie daar bijna op de eigen helft. En dan mag hij genieten van al die juichende mensen daar tegenover zich. Omdat hij het heel rustig, heel fijn afmaakt. 1-0 voor Feyenoord, heel vroeg. Paas van Trustful. Daar gaat Kiprić. Slim gedaan. Hij springt niet. Nee, hij is al in de draai bezig. En dan heeft hij nu de voorsprong. Die voorsprong houdt hij omdat hij de weg afsnijdt. En dan houdt hij ook het kopje erbij. Boom. 1-0.